De Oostende 225 Norman Kim werd in 1957 gebouwd op de Oostendse werf van August Looy. Het houten schip heette aanvankelijk de Siool. Tot 20 jaar geleden heeft het als visserschip nog gevaren. Scheepsfanaten en reder Willy Versluis wil het schip een tweede leven geven. Inderdaad, ik heb dan het schip zelf aangekocht, naar Oostende overgebracht, met de bedoeling om het stukje te restaureren en eventueel terug met mensen in zee te gaan. Waarom? Omdat het inderdaad het oudste vaartuig is, houten vaartuig, volledig in hout gebouwd, hier in Oostende. Dus we moesten er iets mee doen. Een jaar of twee geleden raakte het lek en is het gezonken. Op eigen kosten heeft Versluizen dan getakeld en hier op de kaai gezet. En vandaag kost de hele operatie alweer handenvol geld. Toch blijft de liefde voor erfgoed groot. Mijn bedoeling was natuurlijk, toen ik ook al vernomen had dat hier een nieuwe stad zou komen, om dit vaartuig ernstig te integreren als een herinnering aan onze grote visserij in Oostende. Om toch iets te hebben, een stukje erfgoed erbij te brengen. Maar dat was dan niet toegelaten geweest. Ik heb een paar PV's aan mijn broek gehad. De kraanman heeft ruim 7 uur werk om de klus te klaren. De Siool is klein en oud, maar weegt toch 92 ton. Nee, het is niet zo gemakkelijk omdat het een heel oud schip is. En we waren een beetje bang dat hij ging kraken. Daarom hebben we een spreiderbalk en we hebben ook een beetje moeite met om hem vast te shorten op de vrachtwagen. Omdat we moeten een heel traject nog afleggen. Dus we hebben nog een klein beetje werk eraan. Straks krijgt de Siool een voorlopig plaatsje naast de Slipway. Een ander stuk scheepsgeschiedenis dat aan het verkommeren is. De stad geeft geen duidelijke plannen met maritiem erfgoed in Oostende. Willy Versluis lag eerder ook aan de basis van de restauratie van de Amandine en de Kranholm.